dezelfde eeuw zag het voortbestaan van Noord-Holland er zorgelijk uit. Bijna het hele gebied was een uitgestrekt moeras. Door ontginning van het moeras werd er water onttrokken aan het veen, waardoor het land begon te dalen en de zee steeds vaker het land overstroomde. Bescherming tegen het buitenwater was noodzakelijk. Een aantal gebouwen, boerderijen en kerken werd op circa 3 meter hoge terpen gebouwd. Ze gaven aanvankelijk voldoende bescherming aan de bewoners en het vee. Kijk, de kennis van dijkbouw was nog niet voorhanden. De dijkbouw begon proefondervindelijk door terpen met elkaar te verbinden. Verder werden veenriviertjes afgesloten met dam. Vandaar nog altijd de plaatsnamen Edam, Monnikendam en Durgendam. Het was van belang dat het water vanuit het noorden, door de storm opgezweept, niet heel Holland tot en met Rijnland zou opslokken. Geleidelijk aan vormde zich zo om heel West-Friesland een omringdijk. Toen de graven en leenheren de West-Friezen hadden onderworpen, want het was een ruig volkje en ze luisterden niet zomaar, was hun grootste zorg: hoe moesten ze het dijkensysteem onderhouden? Maar ook van binnenuit werd het land bedreigd. Door het graven van greppels gingen de bewoners het land ontginnen. Bij de verlaging van de waterstand die hierbij optrad, ging het veen inklinken. De verlaging van het waterpeil bedroeg bij elkaar opgeteld wel 1 à 2 meter per eeuw. Na vele eeuwen, nadat bemaling door verbeterde windmolens en later door stoomgemalen en elektrische gemalen toenam, zakte de bodem nog meer en kwam heel West-Friesland onder het gemiddelde zeeniveau te liggen. In West-Friesland verdween het veen en kwam de onderliggende warrenklei aan de oppervlakte. Het bouwen van dijken was dus een noodzaak voor de Hollanders om te kunnen overleven. Kijk, er waren toen natuurlijk geen scholen om het vak dijkbouwen te leren. Ervaring was de leerschool en ging over van vader op zoon. Het was in het begin heel primitief, allemaal handwerk. Vanaf 1400 kwam de kruiwagen, maar ook toen was het nog een hele klus hoor. Vanaf de 12e eeuw waren er veel zware stormen. De stormen van 20 november en 28 december 1248 veroorzaakte op vele plaatsen opnieuw dijkdoorbraken en overstromingen in West-Friesland. De vele wielen, dat zijn koolgaten, zijn hier de stille getuigen van. Grote delen van West-Friesland kwamen onder water te staan, tot voorbij Alkmaar. Maar ook het gebied Leiden, Rijnland, tot en met Delfland werden bedreigd. Hetgeen tot gevolg had dat ook steden in het zuiden van Holland mee gingen betalen aan de versterking van de dijken in de kop van Noord-Holland. Uit een oorkonde van de abdij van Egmond uit 1249 bleek dat bij Schagen delen van de dijk werden gerepareerd. Daaruit kon je opmaken dat de dijk al wel was gesloten, maar de gehele dijk nog niet overal op sterkte was. Toen de dijken zoveel sterker werden gebouwd en stand hielden tegen het buitenwater, deed zich een nieuwe moeilijkheid voor. Het was het probleem van de bemaling van het overtollige regenwater dat niet kon worden gespuit. Dit omdat het verschil in waterstand binnen en buiten de dijk bij laagwater steeds kleiner werd, of dat de buitenwaterstand soms zelfs hoger was. Ter verduidelijking, het land vormde als het ware een bakje met randen, de bodem lager dan het zeeniveau, dat volliep bij hevige regenbuien. De windmolen, ontwikkeld vanaf begin 15e eeuw, die bracht uitkomst. Toen de stoomtechniek haar intrede deed, werden de windmolens niet onmiddellijk opgeruimd. Dat stoomtechniek, zeker tot de jaren 70 in de 19e eeuw, veelal te duur was. De stoom werd wel toegepast en kwam ook zeer goed van pas als de wind niet waaide.
In de tweede helft van de 20e eeuw werden alleen op dieselgemalen en elektrische bemaling toegepast. Buiten de West-Friese omringdijk werden net als de Zijpen meerdere polders aangelegd. De omringdijk verloor hierdoor plaatselijk zijn functie als primaire waterkering. Hier en daar veranderde de omringdijk in een slaperdijk. Maar het dijkvak van Medemblik, Enkhuizen tot Hoorn bleef zijn primaire functie behouden. Nadat in 1932 de afsluitdijk was voltooid, is in feite zelfs dit deel van de dijk geen zeedijk meer, maar nog wel een primaire dijk. Bescherming wordt gegeven aan West-Friesland tegen het IJsselmeer en Markenmeerwater. Ik hoop dat ik u zo duidelijk heb kunnen maken hoe de Zijpen en West-Friesland is ontstaan. Het is dan vaak wel zo, als je de geschiedenis kent en hoe meer je weet, hoe mooier je naar het landschap kijkt. Als u over de dijk gaat, zult u ook duidelijk zien het oude land en het nieuwe land.